In deze video gaan we een hoekwoning bekijken hier op het meer. Het is gebouwd in 2016, voorzien van onder andere trippelglas en optimale isolatie zoals je kunt voorstellen uit 2016 en 12 zonnepanelen. We gaan alles even bekijken in deze video. Ga je mee? Welkom in lijnpad nummer 43. Zoals buiten gezegd is dit een fraaie hoekwoning die gebouwd is in 2016 en ik ga jullie alles laten zien en we gaan even boven beginnen. We zijn even op de tweede verdieping begonnen. En zoals je ziet is dit een hele fraaie verdieping. Dit is een mooie open zolderruimte, maar die wel netjes is afgewerkt. Hierboven zie je een viering, die is in 2022 nog gerealiseerd. Ik zeg netjes afgewerkt en ondertussen zie jij die knieschotten. Ja, die zijn misschien nog niet afgewerkt, maar dat is bewust. Want nou, dat moest nog gebeuren, maar verkopers hebben nu voor gekozen om ze toch maar open te laten. Want dan kun jij nog beslissen of je de schuifdeurtjes in maakt of dat je gewoon helemaal dicht maakt en een paar luiken. Verder een hele fraaie verdieping dus, waar ook nog eens op maat kasten ingebouwd zijn. Dat is mooi. Nou, die vliering daar kun je natuurlijk bij, dat is een vliezotrap, dat doen we tijdens de bezichtiging even. En verder vind je hier aansluitingen voor de wasmachine, cv-ketel hangt hier ook. Mooi hoor. We gaan verder kijken. We zijn nu op de eerste verdieping en hier vinden we drie ruime slaapkamers. Hier de slaapkamer aan de achterzijde. Ja, het leuke van een hoekwoning is toch wel ramen aan de zijkant. Lekker licht. En die ramen zijn overigens allemaal van kunststof. En in die kozijnen, daar zit trippelglas. En zie hier de badkamer. Deze is voorzien van een wastafelmeubel, een toilet en een inloopdouche. We zijn weer op de begane grond. Zoals je kunt zien een fraai afgewerkte ruimte. In dit geval ook met een PVC visgraatvloer. Hartstikke mooi. En de keuken vinden we aan de voorzijde. Het is een mooie neutrale keuken, mooie hoekopstelling, veel werkblad. Mooi hard blad overigens ook. De vaatwasser is nog niet zo lang geleden ook vervangen. En verder hebben we hier een gas, 5-pits gasfornuis, afzuiging. Een combi denk ik, combi oven, ga ik even nachecken. En een oven, die ziet hier lekker bakken. Dan verwacht ik dat hier nog de koelkast en de vriezer is. Ja hoor, dat is. En hier heb je dus veel ruimte voor een mooie zithoek. In dit geval heel leuk gedaan. Daar een grote hoekbank, hier nog wat stoeltjes. En veel licht van de achterpui. Veel glas zit hierin. Met mooie terrasdeuren. Ja, die trekken mij wel naar buiten, dus laten we ook maar gauw naar de tuin gaan kijken. Ja, hier vinden we de tuin. Die is gelegen op het noorden. 'S morgens komt dus daar de zon op. En uiteindelijk staat hij nu voor de woning, maar zal die ook die kant weer ondergaan. Hij is netjes ingericht met gras, terras en borders. Ja, en dus nog een hele fraaie overkapping. Hierachter hebben we nog een fietsenberging en natuurlijk een achterom. Maar je kunt ook langs de woning naar de voorkant. Want ja, het is een hoekwoning. Een vrij duurzame hoekwoning met zonnepanelen, jong bouwjaar. Ik kan me voorstellen dat je nieuwsgierig bent geworden en deze woning is echt wel waard. Plan dan gauw een afspraak met je makelaar. Jip Makelaars. Een jong kantoor in de gemeente Kampen met een moderne werkwijze. Of je nou op zoek bent naar hulp bij het aankopen, verkopen of een taxatie, Rutger en Bas helpen jou graag.